Directeuren moeten besluitvaardigheden bezitten. En om dat te toetsen, gaan we eens vragen aan al de heren samen. Vinden jullie niet dat het nou hoog tijd wordt dat we onze kapel in een nieuwe kledij steken? Ja, er zijn er een paar die volmondig ja zeggen. Er zijn er een paar die instemmen knikken. Als dat zo is, dan zou ik één van jullie zeven willen uitnodigen om een stukje trompet te spelen met de kapel. Wie zou dat kunnen zijn? Is er geen stoel? Is er geen stoel? Hij hoeft geen stoel te hebben. Is er een instrument dan? Dat moet toch een instrument zijn? Een trompet moeten we hebben. We moeten een trompet hebben. Hebben wij een trompet te leen? Heeft een van de heren een trompet te leen? Nou, ondertussen dat Gerry heel even de trompet naar zijn mond zet, zo ja, denk ik dat het hoog tijd wordt om nog heel even de glaasjes te vullen. Dat gaat niet zomaar, daar hebben wij speciale gasten voor uitgenodigd. Een speciale gast voor de heren en een speciale gast voor de dames. Mogen we de glaasjes laten bijvullen alstublieft? En daar zijn ze. Zijn de... Oh, mijn allerliefste Shippie, je bent ontzettend bedankt. Dank u wel. Is de kapel er klaar voor? Is Gerry er klaar voor? Dan gaan we er van start. Thank you.
schitterend, schitterend. Ik wil nog een speciaal applaus vragen voor onze trompetist. Schitterend gedaan. Dat kost ook wat, hè? Kost ook wat. Maar dat mag ook, want hij zit op directieniveau. Beste publiek, misschien denkt u, nou, die heren die op de eerste rij zitten, die mogen allemaal die leuke spelletjes doen. Vanaf nu doen jullie ook mee. En dat heet interactief met elkaar omgaan. Daarvoor hebben wij een spelletje bedacht. En dat spelletje gaan wij spelen in het multimedia landschap. En multi betekent al dat je er meer dan één nodig hebt. Dus gaan we er straks twee uithalen. Vraag is, als je leiding geeft aan zo'n research lab, dat is ontzettend moeilijk en dat komt door het feit dat je niet alleen de nieuwe ontwikkelingen moet blijven, nee, een stap verder, je moet ze voor blijven. Nou, vandaar dat wij een aantal van die spelletjes bij elkaar gezocht hebben en we gaan nou eens kijken om, of dat ook wel lukt om die toekomst voor te blijven op een iets oudere leeftijd. Want de toekomst voor blijven, of althans de nieuwe ontwikkelingen voor blijven, dat lukt wel op jonge leeftijd. Maar als je 7 keer 25 jaar Philips hebt, oei oei oei. We hebben twee interactieve spelletjes. Het nieuwe, dat heet een CDI. Dat is u allemaal wel licht bekend. En we hebben ook een oud spelletje uit de oude doos gehaald. En dat heet ballen werpen, ballentent. Nu voor de meeste jongeren onder jullie, die kennen dat tweede spelletje misschien. Maar dat is ontzettend eenvoudig hoor. Een van de spelers die krijgt een bal. En wat hij probeert is om al die ballen, om al die blikken zo snel mogelijk van het podium af te mikken. Als ze allemaal eraf gehaald zijn, gaat hij, klimt hij zelf het podium op, zet de blikken terug opnieuw recht, en vandaar dat het interactief is. Vraag is jongens, zijn wij op de goede weg voor multimedia? Zoals ik straks zei, multi, dan heb je er twee nodig. En het zal jullie niet verwonderen als mijn oog valt op Theo en uiteraard op Teun. Waarom heb ik Theo gekozen? Wel, ik heb Theo gekozen omdat hij in zijn schaarse vrije tijd zich bezighoudt met zonnebloem. En voor een zonnebloem, daar zit pittend, Theo. Dus vandaar dat ik jou zou willen uitnodigen om op het podium te komen. En waarom heb ik Teun gekozen? Wel, in zijn even schaarse vrije tijd doet hij niets anders dan schipperen. Die man wil namelijk 24 uur het roer in handen houden. Wel. Straks ga ik jullie vragen, publiek, vandaar mijn uitnodiging tot interactief deelnemen. Straks ga ik u vragen welk van de twee het beste gedaan heeft. Natuurlijk, Teun, die gaan we straks een schietgeweer, zo'n modern speeltuig in handen geven. En het is natuurlijk maar al te makkelijk om Theo omver te knallen. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Evenmin is het de bedoeling, Theo, dat jij, Teun, met de ballen omver gaat werpen. We zijn hier niet in een directievergadering. We maken er geen rotzooi van. Iedereen of beide heren spelen hun spelletje in de eigen sector. Dat is afgesproken. Een andere randvoorwaarde is, Theo, dat jij slechts met een bal gooit nadat Teun geschoten heeft. Dus hij schiet eerst en dan, en alleen dan, gooi jij met de bal naar de blikken. Wie het eerst omgegooid, wie het eerst het spel beëindigt, is gewonnen. Een en ander wordt gecalibreerd. Jan, zijn we er klaar voor? Dan moet ik vragen dat Teun aan deze kant komt. En onze ballenwerper staat aan de andere kant. Nogmaals, als Teun geschoten heeft. Maar nee, Jan schiet. Hè. We zijn nog aan het kalibreren, mensen. We zijn nog aan het kalibreren. Het elektronisch instrumentarium moet gecalibreerd zijn voordat we beginnen. ISO 9000. Sorry? Mag ik ook kalibreren? Nee, met die oude toestanden is dat niet nodig, Theo. Eén schot, Theo. Ja, daar gaan we. Oh. Eén voor één. Goed zo. We wachten op jou. You might want to practice again, stranger. Oh, ja, dat is hij. Theo? Let's see what kind of a shot you are, Pilgrim. Take a shot at this ball.
extra beurten, Theo. Drie extra beurten. Drie extra beurten. Bijna. Schitterend. Wie is de winnaar? Is dat de man met het oude spel of is dat de man met het nieuwe spel? We steken de handen op voor Theo. We steken de handen op voor Teun. Niet kijken, niet kijken, Teun, niet kijken. Helaas, mijn vriend. Mag ik jullie verzoeken om terug naar jullie plaatsen te gaan? Jongens, jongens, wat ben ik ontzettend blij dat dat oude, antieke blikjes gooien, hè, dat toch nog modern aandoet, hoor. Maar goed, dat oude is dus net zo goed of minstens even goed als het nieuwe. En eigenlijk kan je zeggen, nou, van de ene kant, Theo, zijn die oude spelletjes wel ontzettend leuk. Maar we moeten toch eerlijk bekennen dat aan de andere kant, dat we er ook niets aan verdienen als Philips. Want wij moeten onze inkomsten hebben van die dingen waar Teun mee speelde. En helaas niet van die ballentent waar jij mee omging. En dat is altijd het moeilijke van research. Je hebt altijd de ene kant en je hebt altijd de andere kant. Nou, het koor weet dat ook en het koor heeft daar een prachtig lied op gecomponeerd. Daar gaan we. Je moet de klant tevreden stellen, heet dat. En dat betekent afspraken nakomen. Ik had de heren gevraagd in het begin van deze uitzending om de pet op te zetten. Jean-Paul is er net afgedaan, anders was er nog eentje bij geweest die ze op had. Zou ik mogen vragen, heren, om de petten een keer te wisselen? Om de petten een keer te wisselen. Dan gaan wij ondertussen verder met... Dan gaan wij ondertussen verder met onze uitzending, zou ik zeggen. Uitgaande van dat prachtige lied van het koor van toen net, zou u misschien kunnen denken, geacht publiek, dat er aan de research slechts twee kanten zijn. Nou, een van de illustere voorgangers van deze heren heeft dat zelfs in de banken gebeiteld aan de vijver, dat er maar twee kanten zijn. Maar als je zelf in de directie zit, dan weten deze heren dat niets minder waar is. Dat zou al te makkelijk zijn. Twee kanten, dat is puur digitaal, dat is 0, 1, dat is aan of dat is uit. Nee, aan research management op dit niveau zitten 1000 kanten. En eigenlijk moet ik zeggen, zitten er 1001, want dan vergeet er nog eentje, en dat is de zogenaamde natlabcultuur. 1001 verschillende kanten aan research management, en dat komt overheen, heren, met 10 bits. Zoals ik zei, als ik dus alleen naar de niet-zakelijke kant kijk, dan kom ik op 1001, inclusief die natlabcultuur. En eigenlijk moet ik zeggen dat om die natlabcultuur in stand te houden, heb je eigenlijk nog een extra beetje nodig. Maar ik ben ontzettend bang dat deze heren, gedreven door de nieuwe zakelijkheid, dat extra beetje gaan vergeten. Dat die dat extra beetje zijnde onze natlabcultuur gaan verleppen.
Bestaat er hier nog wel cultuurbesef? Dat is de grote vraag. Maria, ik had jou toen straks gevraagd om mijn assistente te spelen. En ik zou jou eigenlijk willen vragen om nou het woord over te nemen. En een keer te kijken of die heren nog besef hebben van de natlapcultuur. Zou jij dat willen doen? Dat ga ik doen. Oké. Okay. Ga geen moment geduld. Denk aan die kerst. Nee, dat val je over. Ja, ik mag als assistente van Albert ook een stukje van het programma doen. Ik wilde graag een quiz doen met de heren. En dat gaat naar aanleiding van een set dia's die gemaakt zijn. En ik vraag willekeurig aan de heren wat ze ervan vinden. Het is een vraag. Er wordt een antwoord verwacht. En als het goed is, dan krijgt u zometeen iets. Is het niet goed, dan zeg ik wat wel het goede antwoord was. Ik zou graag de eerste dia willen vragen. Van wie is dit detail? Het is een schilderij. Ja, grandioos. De fles is al binnen, maar er komt nog een vraag. Kijk, dit is de duik. Zo ziet hij er dus uit. Dat is de toelichting. Maar dan hebben we nog een vraag. We hadden vraag A en B, en nu komt B. Van wie is die volgende dia? Wie is deze kunstenaar? Dit is een echte rapmunt. Een echte rapmunt, kijk. Nou, de vraag was niet veel van terechtgekomen. Een halve fles wijn, nog een halve fles wijn. Nou, er zullen misschien zo, als Albert zo aardig wil zijn, toch 7 flessen doorkomen. We ronden af naar boven, dus allemaal een hele fles. Maar we hebben Hans Rapmunt bereid gevonden om 7 tekeningen te maken van de jubilarissen. En hij wil toch graag iets als bewijs van de natlapcultuur meegeven. En ik zou Hans graag willen verzoeken om even boven te komen. Hans heeft van iedereen een prent gemaakt. En er zit een bon bij. Is die bon erbij? Er zit een bon bij. En dan kunt u hem bij de audiovisuele dienst een lijst nemen. En dan kunt u hem gratis in laten lijsten. De bon zit er niet bij, maar die komt eraan. En Hans deelt ze graag uit. En ik hoop dat u bekende dingen erin ziet, want het is persoonlijk bedoeld. Nou, ondertussen doen wij de wijn, Maria? Ja, wij doen de wijn. Lukt die? Ja. Oké. Dat maakt allemaal niet uit, joh. Alleen het enige... Nou, dat is goed. Het jaar dat deze heren begonnen bij Philips, 1970. We hebben erg veel moeite moeten doen, maar we hebben ze gevonden. Nog eentje uit 1970. Alsjeblieft. Ook aan deze kant 1970 en ook aan deze kant uiteraard 1970. Zo. Zijn we er klaar voor, Maria? Dan gaan we verder met onze matinee. Want we zijn al een stukje na 5. Geëerd publiek, zou ik willen zeggen. U weet natuurlijk allemaal best dat u dagelijks heel mooi komt opdagen op dit lab. Maar helaas moet ik bekennen dat dat niet altijd gebeurt op tijd. Wat dat betreft moet ik bekennen dat ze bij Frits Philips Muziekcentrum alles veel beter op orde hebben. Daar zitten de mensen keurig op hun stoeltjes op het moment dat de vertoning begint. Maar desondanks alles dagen jullie toch elke dag op in dit paradijs. En dat het een paradijs moet zijn, dat kan bijna niet anders. Want zelfs na het weekend komen jullie terug op maandagochtend om hier opnieuw aan de slag te gaan. Maar wat mij zo verbaast is, waarom heeft deze firma... de bakermat van haar toekomst, hier in Eindhoven gezet. Hier in Eindhoven, die weliswaar de naam stad draagt, maar och arme, niets meer dan een lokaal maximum dreigt te zijn. Hier in Eindhoven, waar niemand binnen of buiten kan, omdat de poot van Metz constant in de gips ligt. Hier in Eindhoven, waar de kanalen doodlopen. Alleen naar Eindhoven haal je mensen voor hopen geld.
Normale mensen komen hier alleen naar Eindhoven voor hopen geld. En helaas moet je dan constateren dat ze niet lang blijven. Denk maar aan Romario. Weet je dat hier Christus klaar staat om van de kerktoren af te springen? Die zitten hier ook helemaal niet meer zitten in Eindhoven. En dat noemt zich de lichtstad van het noorden, terwijl het helemaal in het zuiden ligt. En bovendien, die lampjes van die lichtstad, die hangen slechts 2 weken per jaar buiten. Die worden ook nog opgehangen door een stelletje amateurs op de rand van het faillissement. Dan vraag ik mij af waarom dat jullie allemaal naar hier gekomen zijn. Hebben jullie dan allemaal laten vangen door zo'n opgeblazen advertentie over een lab van wereldformaat? Of is het gegaan, zoals misschien bij Ad, dat ze zijn cijferlijst opgevraagd hebben bij een van die leraren en aan de hand van daarvan een briefje hebben gestuurd van je bent uitgenodigd? Nu, nogmaals, zoals ik toen straks zei, van jullie kan ik dat nog allemaal begrijpen. Maar van deze heren hier op de eerste rij, die zo intelligent zijn, die zoveel verstand hebben, hoe is het bij God mogelijk dat die naar Eindhoven gekomen zijn? Die mensen hadden met hun capaciteiten allang een hoge functie bij de bank kunnen hebben. Of ergens zelfstandig ondernemer kunnen spelen. Baas in eigen beurs. Nee, ze hadden zelfs vooraanstaande wetenschappers kunnen zijn. Ergens met prachtige papers en een of ander chic oord op een conferentie. Maar ik heb toch kunnen achterhalen waarom dat ze hier zitten. En dat is omdat Eindhoven de veiligste plek is in deze tijd. Niet, dat betekent niet dat Eindhoven, dat hier de vijand niet komt of dat hier geen onaardige ziektes komen. Helemaal niet. Maar alleen op deze plek kan je je fantasie de vrije loop laten gaan. Op voorwaarde dat je van Newtopia afblijft en op voorwaarde dat je van het internet afblijft. Want als je je daaraan gaat verhangen, dan gaat ook de fantasie om zeep. En deze heren hebben dat in de gaten gehad. Deze heren hebben die armtierige kleine overlevingskans vastgegrepen. Ik zal jullie nu laten zien wat er gebeurt met al die fantasie. Weet je dat er zelfs kerels bij zitten die speciaal van Canada gekomen zijn naar hier? Speciaal van Parijs gekomen zijn naar hier naar Eindhoven? Hier in Eindhoven en dat lokaal maximum. Nou, ik zal jullie laten zien dat de fantasie helemaal nog niet uitgestorven is hier in Eindhoven. En dat als alles goed gaat hier op het lab, dat het hetzelfde gebeurt met die fantasie. Daar gaan we. La dombe con veste gare.
Een tasse de consolation. A un pauvre, il la vie, aucun scandale. Tous les jours, la vie est normale. Un pauvre, un pauvre, vive. Père, bien le cigare. De ce jour,
Schitterend, schitterend, mensen. Dat kost ook wat, hoor. Dat kost ook wat. Dat is 7 maal directieniveau. Maar ik heb dus straks al die meiden weggestuurd. Ik zeg, genoeg, genoeg gefantaseerd. Straks kent onze Jean-Paul helemaal niet meer het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Heb je gezien? Heb je gezien? Hij stond hier aan. Je stond hier aan het trapje. Hij wou die beiden in een billen knijpen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan word je verstoten uit het paradijs, Jean-Paul. En dat zou ik echt, echt niet willen. Dat kan dus niet. Jongens, jongens, jongens. Nou, om toch te vermijden dat we allemaal aan het fantaseren gaan, het hele publiek naast onze directeuren, zou ik toch terug willen gaan naar de werkelijkheid. Terug willen gaan, helaas, helaas. Na dit boertig vertier, zou ik willen zeggen, hebben wij van onze kant de directie een klein beetje belicht langs onderen. En zoals ik toen straks al gezegd heb, misschien is het helemaal terecht dat onze researchorganisatie een beetje op een circus gelijkt. En dat inderdaad de directie een beetje ervoor moet zorgen dat dit variété in goede banen geleidt. Ik hoop van ganse harte dat al onze 7 jubilarissen van vandaag evenveel lol beleven in hun directievak als dat wij beleefd hebben vandaag aan het jubileum. Bij deze zou ik mij willen ontslaan van mijn zelf toebedachte taak als opperspreekstalmeester. Helaas, Maria, helaas, het is over. Ook jouw hoedje zal er vanaf moeten. En ik zou eigenlijk aan het einde van deze rit het woord willen geven aan de enige echte circusdirecteur, Kees Bulthuis. Het leven is vol contrasten en daar staat u nu met mij. Toch is het een beetje feest vandaag, want er zijn 25 jaren voorbij gegaan voor 7 jubilarissen. 7, een prachtig getal. Ik kan mij nog herinneren dat ik de 7-sprong moest doen. De 7-klapper is de aankondiging geweest. Het heeft iets met volheid te maken. En het heeft iets met het aantal dagen van de week daarom mee te maken. En ze hadden met z'n 7 besloten het niet te vieren. Daarom zijn er ook geen toespraken. Maar er moet toch iets gezegd worden. Een paar jaar geleden hadden we 12 jubilarissen tegelijk. En nu hebben we de 7 die het niet vieren. Misschien is het toch een idee om 1 keer per jaar jubilarissendag te hebben en met z'n allen het te vieren. Ik reik het maar aan, maar ik weet niet aan wie. Hoe lang is 25 jaar? In 1970 was Frits Philips president van deze NV. Waren Fink, Teer en De Haan directeuren van dit lab. Een ingewikkeld IC telde wel 1000 actieve elementen. De eerste demonstraties van de videoplaat moest nog komen. We zagen net zwart-wit dambord. De dollar was 3,60 gulden. Het maagdenhuis werd bezet en Gonnie begon de jubilea te regelen. In 1970 kwam Ad Huizer, Theo, Klaassen, Marino Carasso, Frans van Hullenaar, Jean-Paul Hérault, Gerry Thomas, Teun Zwanenburg bij Philips werken. Ze kwamen van universiteiten waar beweerd werd dat de industrie niet deugde. Het was 2 jaar na 1968. Nu is het 95. Jan Timmer is president. En de kranten staan er vol van wie hem opvolgt. Maar gelukkig blijft hij nog even. IC's zijn alweer ingewikkeld. Maar nu hebben we het over 1 gigabit geheugen op 1 chip. Er is weer een standaard gevecht voor optische platen. Maar we praten nu over 7 tot 10 gigabyte op een cd. Uren high definition video. De dollar is 1,50. De universiteiten vragen aan de industrie hoe ze maatschappelijk relevant kunnen worden. Philips groeit weer en we maken winst. We hebben het beste kwartaal achter de rug. En we gaan nog meer en beter doen. En daarin speelt de research en dus het NatLab een hele belangrijke, essentiële en juiste rol. En ik heb er behoefte aan om hiermee duidelijk aan te geven dat ik heel erg verschil van mening met de inhoud van een stukje twee weken geleden in het Eindhovens Dagblad, waar een bericht stond opgetekend uit de mond van een van onze voorgangers. In 1995 is het dus 25 jaar geleden dat jullie bij Philips kwamen. En dus is er genoeg reden om te feesten.
Ada Ad bedoel ik. Ad en Magda bedoel ik. Frans en Marian, Jean-Paul en Michel, Gerry en Friedel, Theo en Corrie, Marino en Rut, Teun en Marijke. Heel hartelijk gefeliciteerd namens NatLab en de Research. En bedankt voor jullie bijdrage voor deze boeiende 25 jaar. Als aandenken in deze dag kregen jullie de foto's op een foto-cd aangeboden. Ze hebben hier een rotzooi van gemaakt. Verdronken. Nee, ja. Iedereen zal denken, zullen ze daar nu in zitten? Nee, dat is ook niet zo. Maar om te bewijzen dat we het serieus bedoelen, de huls is er al. Het heeft iets met multimedia te maken. In elk geval, er is één medium. En het wordt dan na dit optreden ook The Only Show in Eindhoven. 28 april 1995. Jullie vieren het niet, maar we hebben gemeentje toch iets aan te moeten bieden wat met deze firma te maken heeft. En als je dan kijkt wat deze firma's grootste probleem heeft gehad de laatste tijd, is dat geld. Of, zoals Justus dat noemt, cash. Er lopen nog steeds mensen in dit bedrijf met een sticker in hun koffer, met I love cash. Als we dan nagaan waar de cash vandaan komt bij Philips, dan komen we eerst bij licht. En al meer dan 100 jaar is dat het draagvlak van deze firma en altijd goed voor winst. Jullie krijgen van ons allemaal een zaklamp. Jullie kennen het verhaal van Frits Philips die een fiets kocht, ook uit hetzelfde Eindhovens Dagblad, maar dit stukje vond ik iets mooier. Een fiets kocht, contant betaald en de man had hem niet herkend en die zei, zal ik dat verrekkers Philips lampje er even uithalen en er een goede in zetten. Hier zit een verrekkers goede Philips lampje. Het is ook modern, er staat een 0 op en een 1, en nu even opletten heren, de 0 betekent lampje aan. En de 1 betekent lampje uit. Waar maakt Philips nog meer geld mee? Met een scheerapparaat. Zo lijkt het heel wat, maar we hebben hem vernield. Ook die krijgen jullie. En het 300 miljoenste exemplaar werd aangeboden vorige maand aan diezelfde meneer Frits. En die krijgen jullie ook allemaal 1, alleen een beetje vervormd. Waar komt het echte geld vandaan tegenwoordig? Dat had niemand geloofd in 1970. De halfgeleiders. Zonder halfgeleiders zouden er geen radio's zijn. En zonder halfgeleiders zouden er geen computers zijn. En als we die nu samenstellen, en dat zal ik kijken of ik dat nog kan, dan krijgt u zo een personal combi. En dan kunt u met een zaklamp, een scheerapparaat, een rekenmachine en een radio, kunt u tijdens het scheren naar de radio luisteren. U kunt als manager hele eenvoudige, maar ruim voldoende berekeningen maken. En het lampje is bedoeld voor de heer op reis, als ze in het donker niet weten, als de nood hoog wordt, waar ze precies moeten zijn. Dit zijn 7 prototypes van een nieuwe serie producten die we gaan voeren in het kader van New Business Creation. Geheel is portable. Heeft een behoorlijke batterijcapaciteit. Hij is extendable, daar zou een televisie aan vast kunnen. Hij is ook reducible. En voor technici in de zaal ziet u heel duidelijk dat hier de 3 C's zijn gecombineerd. Communicatie, computing en de consumer electronics. Wij hebben het niet genoemd de multimedia lijn. Wij noemen het de Philips Multi Cash Cow lijn. Ik bied jullie allemaal zo'n exemplaar aan. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de bijdrage voor 25 jaar. En geluk gewenst namens NatLab en Research. En hier zijn uw cadeaus. Thank you.
Dames en heren, geachte jubilarissen, dames en familie, dit was het einde van het officiële gedeelte. Helaas moet ik zeggen, ik wou de jubilarissen van harte bedanken voor dit uur variété na 25 jaar Philips. Ik zou tot het publiek het volgende willen zeggen. De heren hebben gevraagd om geen lange rijen te vormen, om te voorkomen dat we handjes moeten gaan geven tot 10 uur straks. De heren zullen zich straks op geheel ongedwongen wijze, net alsof het gewone mensen zijn, tussen het publiek begeven. Ik dank jullie van harte. Thank you.